welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let's Play Chess Online. Ja, we zijn opnieuw begonnen. Vorige keer hadden we eerst video. Ik hoop dat deze video, dat jullie het leuk vonden, de vorige video. Ja, we gaan weer lekker een paar partijtjes schaken op lightchess.com. Ondertussen zet ik een beetje muziek aan. Copyfree muziek, dus ze kunnen mij niet strijken of wat dan ook. Copyfree betekent dat je het gewoon kunt draaien zonder de auteursrecht te schenden. Of je wil de auteursrecht, ja. Het ligt allemaal gevoelig daar bij YouTube en muziekwereld. Dus muziekje aan. En dan gaan we even kijken of wij een snelle speler kunnen vinden. Wat pakken wij vandaag? We pakken vandaag 5 minuten. 5 minuten blitz. Eens kijken wat wij hiermee kunnen maken. We spelen E4. Even paard eruit. Ja, dat valt mee. Ik zou hem kunnen. Ja, ik schuif hem gewoon eens naar voren toe. Ik heb gelijk dreiging op F7. Schaakje. Het is wel niet volgens de opening allemaal. Dan slaan we gewoon eraf. En ze gewoon afreulen. Dan kunnen we verder met ontwikkelen. Dan staan we achter in de ontwikkeling. Wat wil jij doen dan? Vraag je aan de speler. Nou, staat het weer verdedigd. Ja. Wat ga je nu doen? Ik zit op 1780. Dat is een mooie rating. Ja. Ik denk dat we gewoon deze doen. Dus kijk wat hij dan terug doet. XXRJ. Lastige partij, of lastig. Lastige stelling. Ik hoop hier niet op toe. Waar gaan wij aanvallen? Dan kunnen die niet spelen vanwege. Als ik deze spelen, dan komt. Ja, dan verliest ik wel goed. Paard wil ik terug. Of zeg ik, kan daar naartoe een paard gaan. Ja, ik kan een schaakje. Dan ga ik naar E4. En dan, als ik E4 gespeeld heb, paard E4, dan moet ik lopen weg. Tenzij je F5 speelt. Nee, F5 kan niet spelen. Lopen af. Lopen is iets te sterk naar mijn mening. What are you going to do? Ik sla hem toch eraf. Ik denk, als ik nou zo meteen wat plunder weg kan slaan, dan kan ik dan kan hij wel dreigen met F4 als ik die speel. Ah, dat is een gemene. Wat is die gaan doen? Als ik F4 zou komen, dan kan ik alleen nog F2. Als ik dat later gedaan had, als ik iets anders gedaan had, dan had hij met deze kunnen spelen.
Ja, Demons van Loppenweg. Dat die gespeeld. Hij gaat sowieso al weg. Daarom vliegen ze dicht. Dus daar hoef ik geen zorgen over te maken. Die of deze? Deze. Hij kan nu wel F4 spelen, maar dan ga ik terug naar F2. H2 zien. Maar... Nee, dat is... te gevaarlijk. Ik was aan het denken aan een variant van deze. Hij slaat hier. Ja, ik kan ook hier kunnen slaan. Maar dan heeft hij... Ja, wel af. Kan dat? Damemaal, plommaal, torenmaal. Hij kan plommaal schaak, ga ik met die kant. Maar dan kreeg je natuurlijk dat hij met zijn dame weggaat. En dan heb ik wel een paard gewonnen. Ik doe het gewoon. Ik kijk gewoon kijken wat er gebeurt. Wat hij doet. Dat was gescand, had ook anders kunnen aflopen. Nu heeft hij schaakje gewoon daarvoor staan. Nu moet hij weg met zijn dame. En ik heb altijd een aftrekschaakje. Soms moet je op je initiatief afgaan en soms. Ja, dat is het was tricky. Dat is wel in ieder geval tricky, maar. Zijn plan is nu al gestopt. Dat kan hij niet spelen. Of wat rond komt af, dat gaat schaken. Daar moet sowieso bij. Ik kan hem niet schaken geven, hij kan hem terugstaan met dame. Hij moet die schaken heel veel. Graag slaat hij naar daar. Het is het voordeel dat hij hier kan afvallen. Ja. Oh nee, 30 seconden, dat was snel zijn. Het zit al 35 seconden. Punten voorsprong. Nou, het enige wat kan spelen is deze eigenlijk. Ah, daar gaat dit. Ik kom wat te staan hier. Want als hij speelt, sla ik. Slaat deze leeg. Dus ik moet daar blijven staan. Niet te lang nadenken. Schaken en wat ik terugslaan met de pony. Hij kan wel schaak geven. En dan haalt hij dames.
Oepsie. Ja. Was vergeten. Het is helaas niet anders. Ik word daar dan erg op verkeken, man. Mijn 30 punten, voel. Nog een partijtje. Pak weer 5 plus 10 seconden. Oké. Okay. Wie speelt tegen wie speel ik? Shiva 01. Aangenomen duimengebied. Nou, dan was 1754 tegen 1793. Ja, ze lopen wel vast, maar ja. Even ontwikkelen. Ja, dacht ik wel. Op B5 spelen. Ja, wat ik weet zet is D4. Of D5 wat doorgespeeld wordt. Ik sla kan hij toch slaan. Doet gewoon. Wat heb ik te verliezen? Niks. Ja, dat de wedstrijd verliest, maar voor de rest. Ai. Dat is een lastige deze. Maar het paard staat nog verdedigd door mij. Lopen. Die spelen. Want de dreigde, als ik even staan, de dreigde er. Prachtig bent. Ik speel deze. De eerste partij verloren we, en deze staan we nog redelijk. Ik weet niet wat het plan is hier. Waar ik aan zit te denken is... Dat helpt niet veel, hè. Maar heb ik dan... Hij heeft er 2 paarden erop staan. A6 kan ook niet. Kan dat niet doen. Al deze. Hij ook. Hier zit wel een klein trucje achter. Met name op G5 straks. De bedreiging is dit. Dat wil de speler. Hij speelt hem door.
wij kunnen hem slaan of we kunnen hem doorspelen. Paard terug. Van mijn paard eraan. Hij moet kiezen welk paard hij wilt hebben. Oh, verkeerd. Dat is denk ik verkeerd. Paard maar. Paard nu weg. Mijn paard gaan verdedigen. Nee, ik ben niet in vorm vandaag, lijkt wel. Want waar ga ik mijn paard heen? Ik kan daar slaan. Ja, moet maar. Ik heb al niet zoveel tijd meer. Ja, moet ik hem zo slaan. Ik laat hem met de toren terug. De pion is dan helemaal vernacheld. Ik heb wel twee lopers, dat vind ik wel fijn in deze stelling. Ja. Met een half open stelling. Sla ik hem dan met de dame of sla ik met de. Nou, met, dat ik niet met de loper, maar wordt die gegijzeld, vervallen. Niet gevangen, hoe zeg je dat? Gepent, hè? Pak hem nog maar even een. Pionnetje weg hier. Nou, dus ben ik er toch nog redelijk vanaf gekomen. Ik dacht echt dat ik slecht gestopt. Als hij die loop weg wilt hebben, moet hij sowieso een toren proberen. Ja. Dus er staat één toren weg. Ik weet niet wat hij wil doen hoor. Ben ik er toch goed afgekomen. Ben ik wel blij mee. Gaan we lekker doorlopen met ons pionnetje. Want deze loop verdedigt nu deze pion. Het is wel natuurlijk een gevaar dat hij toren B speelt, maar dat speelt ik niet ervoor uit. Dan slaat hij daar met schade. Hij gaat al weg.
toch spelen. Ja, we kunnen een schaak geven. Dat is sowieso een toren of een loper geven. En dan staan wij gewoon in. Zo schaak, dat is ook nog eens wat, jongen. Wow. Dat is twee lopers tegen een... twee lopers, ja, zo. Oh, wat een tactiek. Wat een tactiek zit hierin. En nu krijg ik ook nog loper F4. Maar ik heb 60 seconden, dus je moet snel spelen. En de partij is afgelopen. Dit is gewoon een voor zwart. Zag er even niet naar uit. Dat is een lastig middenspel. Maar uiteindelijk hebben we toch nog... ja, zie je? Puntjes voor ons. Hoeveel? 18 punten bij. Netjes, netjes. Gaan we nog even inspelen. Pakken we een van... Nog een keer voor 5 minuten. De laatste voor vandaag. Dus dan speel ik 3 partijen en dan hou ik het voor gezien. Ik heb dus een keertje. Ja. Oh. Altijd hetzelfde met de. Ik ben echt dol op het loppenpaard. Het loppenpaard kan zo sterk zijn. Ja, nu dus niet. Moet je die gaan verdelen? Ik wil die loper nog niet kwijt. Is die? Ik kan dus deze vrij spelen. Zijn blokkade afnemen schaak. Maar ik heb een paard moeten zetten. Deze heeft 17-2. Daar ben ik toch goed vanaf gekomen. Ja, dat durf ik wel. Alles toch in WM. Ik wil er toch nog even blijven staan. Dat is iets te interessant nu. Ik kan nog schaak geven hier. Nog een pion. Nu alles afrollen in het eindspel en heb je gewoon een stelling. Maar ja, dat is makkelijk gezegd en gedaan. Je zegt dus een toren zet hij dan gepland neer. Ik hoef niet per se te rokeren, hè. Gaat hij dan weer loper eraf slaan? Ja, slaan we loper maar eraf. Zwakte, die pion daar.
hebben een iets te sterke dame. Dat vindt hij niet leuk, denk ik. Dit is gevaarlijk. Maar zolang ik niet ga rokeren of niet met een rare plek ga staan met mijn koning. Deze toren staat er nog op. Ja, dat is jammer. Kijk of de toren weg kunnen jagen. Ah, ik dacht dat ik even een wat de doos had. Ah, foutje, bedankt. Slaat dus voor de loop, dan kan ik de loop ertussen zetten. Nou, we zien wel hoe dit uitpakt. Die had ik niet zien aankomen. Die had ik niet zien aankomen. Ja, maar dan spelen wij toch gewoon. Ah shit. Het gaat ook niet. Oeps. Ai, 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 ai. Oh, dit is. Oh, dit is zo zuur, hè. Dat heb ik echt niet gezien. Ai, 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 ai. Die is de enige zet. Ik kan niks anders, dat is het enige zet. Oh, dat ik dat over het hoofd gezien heb. Daarvoor sloeg hij met de toren erop, met schaak. Had ik, ja. Dat is het, alsnog, eigenlijk twee torens aan de loper tegen een toren, maar als hij dat goed uitspeelt. Dan een schaakje hier ergens. Pas dat hij mij geen schaakje heeft, waardoor ik mijn loper verlies. Ik wil schaakje. Ja. Ja, daar gaan we door. Kan ik nog wat hier? Nee, dit geef ik op. Dit geef ik op. Waar kan ik op geven? Gefeliciteerd! Nee. Nee, onderdeel. Ik wil opgeven. Nee. Ja, zie je, opgeven is dat. Ja, helaas. We hebben één partijtje maar gewonnen en twee verloren vandaag. We zijn niet in goede vorm, dus we moeten hard gaan naar training gaan. We zijn 22.8 achteruit gegaan. Van het profiel kijken. Dit zit 12 en 12. Wit plus 8 partij is 17,50. En de bullets hebben wel omhoog gegaan. Ja, oké. Okay. Nou, ja, hier zie je de rating, of de rating aan deze kant. En hier zie je dan de grafieken, hoe het allemaal gegaan is. Ja, helaas maar 1 gewonnen en 2 verloren. En
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vond je een leuke video? Zet dan een duimpje omhoog. Staat de muziek niet te hard? Laat me even weten achter in de, onder in de reacties. En dan wil ik jullie graag volgende keer. Zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video van Let's Play 6. Ik zeg tegen jullie, laters.